de paneer, dat zijn dopertjes en kaas in tomatensaus. De paneer snij je kleine blokjes. Neem het liefst een pan met anti-aanbaklaag. Doe er ruime hoeveelheid ghee in, want de paneer moet erin drijven. Anders plakt het aan de bodem. Intussen maak je een oplossing van kurkuma, 1 theelepel, met 2 lepel zout. Deze meng je aan met water, warm water. Deze oplossing gebruik je straks om de gefrituurde paneer in te weken. Als de ghee heet is, dan kan je de paneer in frituren. Ja. Neem de paneer uit de pan. Doe ze over een servet, zodat het vet wordt opgezogen. Haal de servet eruit en doe de mengsel door de pan. Verhit de ghee in de pan. Je kan dezelfde ghee gebruiken waarin je net gefrituurd hebt. Als de olie verhit is, doe je de komijnzaad erbij, zodat die gaat knetteren. Een beetje mosterdzaad. Daarna open je voorzichtig de pan, doe er uien bij. Gemalen knoflook, gember, verse gember en chilipeper. Dit geheel voeg je eraan toe. Goed het geheel mengen. Als het een beetje bruin begint te worden, doe je halve theelepel kurkuma doorheen. Na ongeveer een minuut, als het een beetje bruin wordt, doe je de tuinerwten erbij. Doe er een klein glas water bij. De doperwten in 2 à 3 minuten gaar koken. Doe de tomaten erbij. De paneer ingeweekt in mengsel van kurkuma en zout. Als je de paneer en tomaat hebt toegevoegd, laat je het geheel op een matig vuur met deksel nog 5 minuten doorkoken. Na de 5 minuten voeg je een beetje citroen, halve theelepel garam masala. Garam masala zijn hete specerijen. De garam masala voeg je als laatste toe om een andere smaak te krijgen bij het gerecht. Als de tomaat ook zacht is, is het gerecht klaar en kunt u het opdienen.